Heel goedemorgen, welkom bij deze markets update van BNP Paribas. Terwijl de angst voor een hogere rente weer tijdelijk weg-ebt, trokken de indices aan in de VS. De Dow Jones met 1,1%, SP 500 met 1,5%, de Nasdaq met 2,3%. De bedrijfcijfers drogen inmiddels op en de focus zal weer terugkeren naar de macrocijfers. De prijs van olie blijft onveranderd hoog en maaltijdbezorger Doordash schoot ruim 22% hoger naar de cijfers. Elon Musk lijkt een kruistocht tegen Bitcoin te zijn gestart en twitterde weer uitgebreid over zijn voorliefde voor de Dogecoin. In China stegen de detailhandelsverkopen wederom sterk met 17,7%, maar niet zo sterk als in voorgaande maanden. Ook trok de industriële productie aan met 10%. En wereldwijd zien we wel steeds meer effecten van het tekort aan chips en sterk oplopende grondstofprijzen, zoals bijvoorbeeld hout. In Taiwan daalde de beurs met ruim 3% door een nieuwe uitbraak van besmettingen en een hamsterwoede onder de bevolking. De markten in China sloten wel wat hoger, de Nikkei gaf 1% prijs. De Futures in Amsterdam daalden ondertussen op een hogere opening. En BNS Groep wist dankzij fors hogere online verkopen bij de divisie Beauty. de omzetdaling bij retail en Food and Health grotendeels te compenseren. Per saldo daalde de omzet met 6% tot net geen 400 miljoen. en men verwacht dat de bruto marge weer verder zal verbeteren. En de recente debakels bij Credit Suisse schieten de Zwitserse politiek in het verkeerde keelgat. en daarom komt er een parlementair onderzoek. ...hoe de bank zoveel geld kon verliezen aan bijvoorbeeld Argegos en Greensill Capital. Op de agenda vandaag Empire State Index en vertrouwen huizenbouwers uit de VS. Verder vandaag Vagron 0,18 zeg maar cent en Euronext 2,25 euro ex-dividend. Een hoop analisten-updates. HSBC zet Boskalis op kopen, koersdoel 3180. HSBC zet SBM Offshore op kopen, koersdoel 1940. Goldman zet Danone op verkopen koersdoel 53 en Sandford zet Bayer op kopen koersdoel 73. DZ Bank zet Bayer op kopen met een koersdoel van 68 euro. Kepler zet Alf op kopen koersdoel 74 en Credit Suisse verlaagt AMCD naar een hold met een hoge koersdoel van 120 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.